Maar waar dat ik heel, heel erg van geschrokken ben, van het kinderlijke, niveauloze gedrag van de trainer van Cambuur en die directeur van de Graafschap, die zich helemaal door emoties hebben laten leiden. En die meneer van de Graafschap is zelfs burgemeester van Bunnik geweest. Dan denk je toch, dat is een man die reageert ingetogen en chic op welke beslissing dan ook. Kijk, dat Henk de Jonge door het lint gaat. Maar die heeft er niks van geleerd, want die eist nu of een schaal omdat hij kampioen geworden is. Even de Henk de Jonge hij is geen kampioen geworden. Hij krijgt die schaal ook niet. Laten we even naar Henk kijken. Nu, want de eerste keer was hij inderdaad een beetje dat hij echt riep het grootste, slechtste beslissing aller tijden uit de sporthistorie. Hij was nu wel iets realistischer. De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Fuck gezegd. Fuck. Ja. Maar klaar, dan houdt het ook op. Hè? Ja. En ik zou je even vertellen, mensen moeten niet roomser zijn dan de paus zelf. Hè? Als je dit gebeurt, wat ons hier gebeurt, dan had je als trainer had je ook gereageerd. Sommige ploegen, die hebben dan alsnog een prijs. Die hebben de periodetitel. Jullie staan met lege handen. Wat moet eraan gedaan worden? Ja, dat... Kijk, sommige mensen die denken dan heb je hem weer. En wij staan eigenlijk bovenaan en zullen misschien wel kampioen worden. Maar de Graafschap deed ook nog met ons mee. Ja, we hebben echt helemaal niks. Nee. En ben ik misschien... Maar we zijn sportmensen met z'n allen. Of zouden we maar iets hebben wat voor ons tastbaar is? Dus dan is de oproep van u? Nou, niet, ik snap wel dat die KNVB die schaal niet kan geven. Dat snap ik wel. Maar ik hoop dat onze competitie, dat die wel zegt... Pats, hier heb je wat. En het is niet voor mij, het is gewoon voor mijn club. Is je toch best wel genuanceerd als je dit zo hoort? Ja, maar het is zo onrealistisch. Het is de instelling van een padvinder, weet je wel. Hij wil die schaal dan hebben. Hij wil die schaal niet. Hij wil iets tastbaars hebben. Ja, hij wil van een gevoel van een zomer. Jawel, maar die competitie is niet gespeeld. Dan moet hij zich nou eens neerleggen. Die is niet gespeeld. Ja, hij is geen kampioen geworden. 11 punten voor op de nummer 3. Maar werd geen onherroepelijk, hè? Wordt er dan gezegd kampioen. Ja, dan ben je gewoon geen kampioen. En natuurlijk is dat niet leuk. Nee, maar ik bedoel, jij hebt zelfs nog op niveau gespeeld, Johan. En René helemaal. Ik bedoel, je snapt toch die emotie dan wel? Ja, maar het hoort ook bij leiders als trainers en bestuursleden dat ze zich kunnen beheersen. En deze man blijft maar met sentimentele verhalen komen, daar koop je niks voor. Maar hij zegt nu ook, het is meer een beetje voor het gevoel. Je hebt zo'n geweldig seizoen gehad, je wil nog iets tastbaars. Ja, het is onrealistisch, dat moet hij niet doen. De Corona Cup wil hij hebben. Ja, nou ja, zeker. Zo kun je het noemen. Corona Cup? Ja. Ja, coronaschaal. Begreep ook dat Henk nog 100.000 aan premies en aan bonussen misloopt daardoor. Is ook best wel lullig natuurlijk ook. Dus in dat opzicht... Ja, maar ik vind bonussen en premies vind ik niet lullig. Als je ziet hoe de horeca en andere sectoren ervoor staan, dan vind ik de bonus voor Henk de Jonge niet zo relevant. Zullen niet de best betaalde trainers zijn. Maar als Cambuur dan op dat standpunt staat, Art de Graaf staat op dat standpunt, dat zij hadden moeten promoveren en kampioen hadden moeten worden, dan moet hij ook die bonus uitreiken, toch? Dan... Nee, maar op het moment dat het niet gehonoreerd wordt door de KNVB en de rechter... Ja, okay. maar dan moet je ook niet zeuren over dat kampioenschap en over die kampioenschaal. Ja, dan moet je consequent zijn. Ja, die bonus is natuurlijk mede omdat als ze naar de Eredivisie zou gaan... dat ze meer geld zou krijgen. En daar kon hij een tonnetje van krijgen dan natuurlijk. Dat is logisch. Ja. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.